Yo mensen, welkom in VRN. Ik ben Joris van JoJo's, oftewel gewoon Joris. En vandaag ga ik een kleine server tour doen, of tenminste een VRN tour om het zo te zeggen. Ik ga jullie een beetje laten zien hoe VRN eruit ziet. Dit is de poort van VRN. En we gaan er verder, hier zijn een paar leuke honden van Niek volgens mij zijn die. Dit is het dorp. Het is Krottenwijk noemen we het, maar eigenlijk is het geen Krottenwijk meer, het dorp, of tenminste. Deze huizen hier zijn veel te groot voor gewoon een Krottenwijk. Maar ja. Wij in VRN zijn zo rijk dat zelfs de armste mensen gewoon grote huizen kunnen betalen, zullen we maar zeggen. Dit is de grote elitemuur, wordt hier op dit moment genoemd. We gaan hem nog hoger maken. Er loopt zelfs iemand op de elitemuur. Even kijken wie dat is, dat is Chelro. En ja, dit is de fontein. Dit is dus een beetje het plein van gewoon de stad, van de hele stad. Maar ja, we gaan even naar het elite deel van de stad. Het elite deel, dat is zeg maar het deel waar mijn huis staat, waar het stadshuis staat en al die dingen. En ik wil jullie iets super vets laten zien. Dit is nog even de koeienstal. Daar is de molen. Daar is de farm. Zullen we daar ook even naartoe gaan voordat we naar het elite deel gaan? Dit is de farm. Kijk, hier is de farm. Best wel vet gedaan. Maar ja, dat wou ik dus laten zien. Wat wij hier hebben. Ik zal het even goed zeggen. Wat wij hier hebben is de boom van Entropia. Entropia zijn dus niet meer de goudhaantjes op dit moment. Wij zijn de goudhaantjes. Wij hebben dus hun boom gestolen. Dat hebben we niet zelf gedaan, we hebben dit door Teros laten doen. Teros zijn namelijk de assassins. Gegroet Joris. Gegroet. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Met jullie? Ja, helemaal top. Ja. U had een beetje een fijne reis gehad. Ja, dat is geen enkel probleem meer. Ging helemaal goed. Nog langs mijn mooi geclaimde eilandjes gekomen. Die heb ik gezien, ja. Die hebben wij gezien. Mooi zo. Yes. Joris, jij hebt een klus voor ons. Wij hebben inderdaad een taak voor jullie. Kom maar op. Het is namelijk zo. Je kent Entropia? Ja. Ja. Je kent, ben je toevallig ook bekend met hun gouden boom? Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Oké, okay, ja. De gouden boom, oké. Okay. Nou, toen wij jullie dat boek gaven, toen zei je dat wij iets terug van jullie konden terugkrijgen. Ja. En wat ik nou wil vragen is... of jullie die boom voor mij willen stelen. Wow, van Entropia. Die hele boom. De boom van Entropia, ja. De hele boom. De hele boom. Rens, dat gaat ons lukken. Volledige boom. Dat gaat ons lukken. Dat kunnen wij doen. Maar jij hebt die boom nooit gezien, hè, Sam? Dat is geen enkel probleem. Dit is niet je alledaagse normaal klein kersenboompje. Rens, wij zijn Teros. Kom op, man. Dit kunnen wij. Ja, dat gaat lukken. Dit gaat lukken. Joris, geen enkel probleem. Verwacht u binnen 1 of 2 dagen. Het is een eindje reizen. Dit gaat helemaal lukken. Oké, mooi zo. U krijgt die boom. Ik had ook niet anders van jullie gedacht. Maar zit er toevallig een reden achter of mogen wij die niet weten? Reden houden we voor nu nog wel even geheim. Oké, nee, dan is het helemaal goed. Op zich ook niet nodig zo. Nee, maar het is altijd wel fijn om te weten waarvoor we de klus doen. Joris, wij gaan. We zien jullie snel. Yes, super vet toch? En ja, ze zijn dus de assassins, zij kunnen dat. En ze hebben het ook gewoon gedaan. Ze hebben gewoon de volledige boom... hebben ze gestolen. Ik weet niet of David erachter is gekomen dat zij de boom hebben gestolen. Waarschijnlijk wel dat de boom weg is, maar ik weet niet of zij weten dat wij de boom nou hebben. Maar ja, daar komen we nog wel achter. Maar voor nu hebben wij een hele mooie boom hier in VRN staan. Een mooie gouden boom. Gewoon solid, gouden bloks. Allemaal gouden blokjes gewoon. Nice. Daar is mijn huis trouwens. Hier is het stadshuis, daar kan ik ook nog wel even naartoe gaan. Kijk hier hoe gezellig het hier is. Al die Verianen. Super gezellig hier. Maar ja, we gaan even door. Ik zal even dit hier. Oh, dan kan ik niet eens meer zien. De stadsmuur is hoog. Dan gaan we hier even op de toren staan. Kijk even naar boven. En ja, kijk dit. Dit is dus de Krottenwijk, om het zo te zeggen. Dit zijn alle huizen. En we gaan nou even naar het stadhuis nog om dat even te laten zien. Want ik heb het al vaak genoeg laten zien, maar... je kan het niet vaak, gewoon te vaak laten zien. Vind ik tenminste. Ik vind het super vet hoe het er nog steeds uitziet. Hij is gemaakt door Ivo. De boom is gemaakt door Chelro. Dat huis is gemaakt door Batuhan. En we hebben hier nog de gevangenis waar Dutch Raid het in zat. Omdat hij zomaar zonder toestemming door VRN heen ging. Bam. En dan word je opgesloten. That's how we roll, bitch. En ja, hier is mijn troon. En hier zitten Ivo en Batuhan. Zij gaan er klaar gaan staan. Leuk. Nice. Gegroet. En gegroet. Yes. Nou oké, dat was wel een klein beetje de server tour. Ik kan nog wel één ding laten zien.
Ik ga nog even dit laten zien. Dit is ook wel vet. Dit is de nieuwe ondergrondse gang waar we mee bezig zijn. Het wordt half Malino hier, half Krax-achtig. Let maar op. Oh, hier kan ik gewoon overheen lopen. Nice. Check dit. Hoe diep helemaal tot bedrock is het afgegraven. Dus, dit is wel echt nice. En ik ga hier denk ik de aflevering alweer afsluiten. Ik ga wel even voor de boom staan. Gaan we met z'n allen even voor de boom staan, voor de lol. Dus kom er even heel Verian, kom even naar de boom. Iedereen van Verian naar de boom. Snel. Yes, dat is 1, dat is 2, dat is 3. Ik wil er meer. Chelro, nice. Ja, zullen we even kijken wat voor een mooie achtergrond. Zo. We gaan zo staan, die kant op. Zet hem even zo. Gaan jullie maar mooi op de achtergrond staan, ja. En ja, dit is dus onze boom. Don't fuck with Verian.